zit de luchtdrukverdeling in Europa muurvast, zou je kunnen zeggen. En dat is niet alleen op leefniveau, maar ook op zo'n 8 kilometer hoogte waar de straalstroom zich bevindt. Een plaatje van de komende dagen. We beginnen bij gisteravond en het loopt door tot en met zondag de 29e. En wat je ziet is dat de straalstroom hier loopt, op de oceaan, afbuigt via de Britse eilanden, zo in de richting van Groenland. Terwijl boven het vasteland van Europa, zeg maar vanaf Spanje, Portugal, helemaal naar het noorden, naar Scandinavië, er vrij weinig gebeurt. Ja, af en toe een afsplitsing van die straalstroom boven Frankrijk en dan ontstaat er af en toe een regen- of onweersbui. Maar het grootschalige patroon zit ook hoog in de atmosfeer muurvast. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de temperatuurverschillen tussen Noord en Zuid klein zijn momenteel. Spanje is eigenlijk net zo warm, iets warmer misschien, dan Scandinavië. Maar het temperatuurverschil op hoogte is vrij klein. In tegenstelling tot de temperatuurstegenstellingen tussen Groenland en Scandinavië. Daar heb je wel een vrij groot temperatuurverschil, een vrij groot verval. En dat houdt die straalstroom min of meer op de been. Met andere woorden, een heel standvastig patroon, waardoor wij, niet alleen in Nederland, maar ook in de aangrenzende landen, het eigenlijk steeds droog is, erg warm en er verandert zeker tot en met zondag vrij weinig in.